Welkom bij Dirt 4. Hier ben ik dan met de eerste Dirt 4 video. Ik heb natuurlijk best wel veel, nou ja, best wel veel, redelijk wat Dirt Rally video's gemaakt. Niet superveel, maar en dat blijft vooralsnog doorgaan. En wat ik in die serie eigenlijk doe is gewoon ja, puur mijn rally stages laten zien, zeg maar, met een tv-achtige camera. Maar deze serie ga ik denk ik gewoon, ja, doorheen spelen en dan met commentaar en dan kijken wat er allemaal gebeurt. Dus we hebben hier een mailtje, niet heel interessant. Dus ja, oké, laten we maar weer weggaan hier. Laten we naar events kijken. Ik heb tot nu toe eigenlijk het enige wat ik gedaan heb is profiel aangemaakt. En een soort van de tutorial stage waarin wordt verteld wat de handrem is en dat soort dingen. Dus niet heel interessant. Maar ja, nu zitten we dus in het hoofdmenu. Laten we maar meteen naar career gaan. Waarom ook niet. En... en het enige wat we tot nu toe kunnen doen is rally. Dus dan gaan we dat ook doen. Dan krijgen we een korte introductie. Stages vary in length and can be bumpy, twisty and have multiple surfaces ranging from gravel to asphalt and snow. To be successful, you need a high level of concentration, listening to your co-driver and maintaining your nerve to push the car to the edge of its performance. An event is made up of one or more stages with service intervals to repair your car along the way. The fastest combined time across the stages wins the event. Ja, redelijk simpel denk ik als je bekend bent met wat rally is. Ja, er zijn heel veel evenementen in de future, of in de toekomst, maar... wij moeten hiermee beginnen. De Michigan stage. Oké. Ik heb pro aanstaan. Challenging. Demanding. En tough. Ik weet eigenlijk niet. Ja, laten we het maar gewoon zo laten staan. Zoals het hier is neergezet. We gaan het zien, gewoon beginnen en dan kijken hoe het gaat. Als het te makkelijk is, dan zetten we de AI omhoog. En als het te moeilijk is, dan veranderen we andere dingen. Wildwood Forest, 3 kilometer, niet heel erg lang. Maar dat is dus ons eerste evenement, de Dirt Clubman Cup. Let's go. Dit gaan we wel skippen. Oké. We hebben twee targets. Eerste eindigen in de vehicle class. En geen recoveries. Dus niet van de baan afraken. Er doen 30 mensen mee. Dat is best wel veel. Laten we maar gewoon meteen gaan. Waarom ook niet. Het is een Ford Focus volgens mij. Het zal geen supersnelle auto zijn. 5, 4, 3, 2, 1, go. Keep left over press. Oké, let's go. Ik heb in ieder geval simulation aanstaan. Of de handling of simulation. Dus dat is sowieso moeilijker dan arcade. Maar ik heb dat gedaan omdat aangezien ik in Dirt Rally natuurlijk ook gewoon, dan is alleen simulation en dat vind ik hartstikke leuk, dus ja, daarom heb ik dat gedaan. Maar ik moet vooral ook een beetje opletten, terwijl het niet heel snel gaat op dit moment trouwens, dat op de aanwijzingen, ik sta wel eerste. Op 3 seconden, oké, dus de AI is duidelijk een beetje simpel. Tricky, tricky, tricky. Keep it.
Oké. Ik rij gewoon met een controller. Right six. And left five. Dus ja. Controller en simulation is misschien wel een beetje tricky, maar het is wel leuk. En right 4. Brick. Oké. Weinig risico's genomen in deze stage. Dit is nieuw, dat je moet stoppen bij de marshal. Oké. Ja, heel erg simpel gewonnen. 4 seconden. Dus ja, nou ja, niks mis mee, denk ik. I am the 6%, wat betekent dat? Oké. Omdat ik een headcam heb gebruikt. Of cockpit view. Ik krijg in ieder geval die bonuspunten, dat is fijn. Oh, dat is natuurlijk gewoon geld. De credits. Nice. Wauw. 10.000 aan team deductions. Dat is best wel veel. Ik ben ook meteen beginner. Dat is fijn. En we kunnen meteen door naar de National Rally B. Dat is ook fijn. Alles is fijn. Ja, ik had wel gezien dat je je eigen soort van rally auto kan kleuren kan geven. Dus dat lijkt me wel grappig. Ik heb alleen nog geen enkel idee welke kleuren ik ga doen. Ik denk rood en blauwachtig iets. Maar misschien wat anders. Ik heb in ieder geval een mailtje. Dus laten we daar naar kijken als ik weet waar dat kan. Ja, dat kan hier. Oké. Maar ik ga nu in ieder geval de difficulty iets omhoog zetten. Game preferences. Oké. Oeh, nee. Ik ga demanding. Ja. Let's do that. Wacht, was dat de AI set? Ja. Oké. That's fine. Oké, laten we doorgaan met de volgende. De Dirtfish Graduation Rally. Difficulty settings. Ja, staat allemaal goed. Oh, traction control. Uit. Oh ja. Ik ben vergeten om te checken, want mijn settings zijn in Dirt Rally. Ik heb sowieso launch control aanstaan. Ik weet ook eigenlijk niet wat dat betekent, maar. Nou ja. Laten we gewoon beginnen. Met de volgende. Die is weer in Michigan. 3 kilometer weer. Oké. Dus dat is echt serieus. 1 minuut. 1 minuut rijden. 1,5 minuut. Maar ja, zo gaan we in ieder geval wel snel door die eerste evenementen. Misschien als ik eenmaal in de top league ben, zeg maar. Of het hoogste wat ik kan halen in ieder geval. Dan ga ik misschien wel dezelfde approach doen als in Dirt Rally. Waarin ik gewoon puur de rally laat zien. Maar voor nu is dit goed. 5, 4, 3, 2, 1, go. Let's go. AI is dus wat omhoog gezet. Dus het zou moeilijker moeten zijn. We gaan het zien. Ligt in ieder geval niet eerst op dit moment.
6 overcrest. 18. Oh, dat ligt er wel eerst. Oh, net tweede. Op 18e. Ik vind het wel fijn dat het nu duidelijk aangeeft op wie je nou daadwerkelijk een achterstand hebt op, en op wie een voorsprong. Dat vond ik heel irritant in Dirt Rally. Dan stond er plus 4 seconden, maar dan wist je niet of dan nou je directe concurrent was of iemand anders. Oh, het gaat goed. Een vraagteken? Wat is dat nou? Een vraagteken? Dat heb ik nog nooit gezien. Nog een vraagteken. Ik hoor ook niet echt wat hij zegt, dus. Maar dan... Misschien is het gewoon een symbool voor een bepaalde situatie. Het is wel een raar symbool dan. Hey, vraagteken. Oeh. Oké, we konden daar gewoon dwars doorheen gaan. Dat scheelt. Oh, we zijn 50 eindig. Alright, alright. Not bad. Wacht, op 11 seconden? Wat is dit? Dat slaat nergens op. Dat we vijfde... Oh, we zijn vierde eindig. Maar hoe de hel is die Alvarez zo snel? Dat is echt niet normaal. Oké, het zal wel. En moet je het evenement ook winnen om door te gaan naar het volgende evenement? Ik denk het eigenlijk wel. Dat wordt wel lastig. Oké, we gaan naar de volgende. De Hagensville Forest. Let's go. Repair vehicle. Ja, het zal wel. Moet je nog ergens op? Oh, confirm. Oké. Het zal wel. Go to stage. I think there's been a crash on this stage. Oeh, een crash. Interessant. Alvarez was weer eens de snelste. Dat is ook niet heel verrassend. Kijk of ik hem enigszins bij kan houden. Maar ik ga het evenement in ieder geval niet winnen. Dat is zoveel is duidelijk. Later. Kijk, ik heb geen idee hoe ik tot nu toe ga. Maar ik denk best wel aardig. Acuut. Let's go. Ah, daar staat een auto naast de baan. Dat is leuk om te zien. Oké, ik heb echt het gevoel dat ik veel te langzaam ga. Natuurlijk, ik ben in Dirt Valley gewend om gewoon in supersnelle auto's te rijden. Volgens mij lig ik eerste. Nice. Maar dit gaat wel redelijk snel nu. Oh, dit is gewoon de finish. Ik dacht, er komt toch wel eens een bocht, maar blijkbaar niet. Oké, ik heb de stage gewonnen. 4 seconden van Alvarez. Dan word ik sowieso tweede in dit evenement. Dus dat is goed. Ik neem aan dat dat genoeg is om door te gaan. Want in Dirt Rally was het zo dat de top 3
doorging naar de volgende klasse, zeg maar. But we'll see. Ik kan tevreden zijn met een tweede plek. Zeker omdat die Alvarez in de eerste stage ongrijpbaar was. Alright. We zijn al derde niveau, Clubman. En het vierde niveau, wat? Dat gaat wel heel erg snel. Misschien iets te snel. Oké, National Rally A hebben we unlocked. Laten we die dan ook nog doen in deze aflevering. Dan hebben we aardig wat progressie geboekt, denk ik. Oh, we kunnen kiezen tussen de USA National Open en de Michigan Road Rally. Het zijn allebei drie stages. Laten we USA nemen. Wacht, het zijn twee evenementen. Twee verschillende evenementen in Michigan. Alright. That's fine. Maar het probleem is wel dat het regent. Dat gaat het wel een beetje lastig maken. Ik kan me niet herinneren dat er regen was in Dirt Valley. Of wel? I don't know. Er doen in ieder geval 60 auto's mee. Groep A en R2 auto's. Oké. Okay. Dat is interessant. Kijken of we de groep A auto's ook kunnen verslaan. And let's go. Left 6 over crest, dip 150. Turn open hairpin right, post outside 60. Hairpin. Alright. Klein beetje de handrem gebruikt, maar niet echt. Right 6. Ik denk niet zo langzaam. Ik lig volgens mij, ja, ik lig eerste, dik eerste zelfs. Gaat goed. We hebben wel wat tijd verloren in de tweede sector. Ik denk dat we nog wel eerst liggen. Oeh, dat kwam wel dichtbij. Ja, het probleem is wel met deze auto, als je één keer crasht, ja dan is je rally wel over hoor. Maar we hebben gewonnen, dik gewonnen, de eerste stage. Dus dat is goed. 6 seconden op Merci. Het zijn wel allemaal dezelfde namen als in Dirt Rally. Dat is wel grappig om te zien. Oké, laten we meteen doorgaan naar de tweede stage. Oeh, 4,3 kilometer, dat is een hele lange. Ja, het is nog steeds maar 2 minuten of zo, maar toch. Oké. Is dit ook meteen het tweede evenement of? Nee, toch? Uh,
Ik doe voor nu gewoon recommended. Recommended repairs. Als we wat verder komen, dan ga ik wel wat anders doen. Of dan ga ik het gewoon zelf doen. Running order. Ik heb geen idee hoeveel ik sta in het evenement. Maar of ben ik gewoon echt eerste geworden van iedereen? Dat zou wel heel bijzonder zijn. Mercedes zet een 2.48 neer, ja. Ik denk dat ik dat wel ga verslaan. To be honest. Zolang we geen fout maken. Oké. Beetje water. And left 6. Left 4 and turn. Left 2, 60. Right 4. Ik wist niet welke kant ik op moest. Oké. And right 6. Don't cut. 130. Left 4. Ligt het tweede. Het is not bad. Right 6. Into left 5. Left 5, 60. Right 4 through dip. Keep middle over crest. Left 5, 200. 200 over bumps. Het is in ieder geval een hele kleurrijke omgeving. Oké, okay, right 5. Niet tegen een dat muurtje. Left 6, dat is gewoon vol gas. Maar daar komt een acute aan. Left 6, don't cut. We liggen nog altijd iets achter de nummer 1 volgens mij. Nou, misschien nu niet meer. Maar dan is daar een boom. We got it, we got it. Het wordt een close call, denk ik. Oh, wauw, we hebben ineens 4 seconden voorsprong. Never mind. Het is een easy win. All right. There we go. Okay, get her up to the marshal. Wow, 11 seconden voorsprong. Wacht, waar is Mercier gebleven? Oh ja, het is een hele slechte tijd. Dan moet hij gecrashed zijn. Want bij de laatste split times had hij er nog wel lag hij tweede. Dus dan moet hij wel gecrashed zijn. Maar ik zit te denken, zal ik dan de AI weer omhoog zetten? Rookie. Ik ga de AI weer omhoog zetten. Als dat kan. Nee, dat kan niet. Oké. Dan gaan we gewoon door met de volgende Michigan Rally. Kijken of ik gewoon dit hele kampioenschap kan winnen. Ik kon al lang op kruisje drukken. Oh, wat is dit voor weer? Let's go, go to stage. Lichtjes aan. En er is niks aan. 2,5 minuut is the time to beat. Right 4 through dip, keep middle over crest. Left 5,
Right 6. Okay. Right 4 long. And right 6, 100. Left 6, don't cut. And left 4 long, 200. Left 4 long, keep in, don't cut, 250. Nou, dat liggen niet eerst in ieder geval. Right 5. 1,3 seconden. Right 5. Keep right over crest. 60. Oeh, lastig, lastig. Left 60. Crest 200. Oké. 200 over bumps. 60. Ja, we zitten er dichtbij. Wat minder dan een seconde is. Keep it. Ja, het is 1/10. Nice. Ik heb het gevoel dat ik best wel wat tijd win in deze scherpe bochten. Oh, daar ging een drone over me heen. Hallo. Dat lijkt me niet helemaal normaal. Ik kan me voorstellen dat ze die rallies tegenwoordig met drones filmen, maar het lijkt me niet zo gezond dat er eentje zo dicht over je heen gaat. Oké, okay, we liggen eerste. We hebben een QT coming up. Oké. Okay. Right 6. Into left 4 long. Opens. Keep in. Don't cut. 200. Over finish to stop. There we go. Eerste plaats. 4 seconden voorsprong op Mercier. Nothing to worry about. Amazing result. That's unbeatable. Laten we eens kijken. Even kijken, waar kan je alle toch wel filter? Ik ben derde geworden van iedereen. Dat is best wel bijzonder als je kijkt in welke auto's zij rondrijden. Dat is best wel bizar. Ja, dus de AI moet zeker nog wel wat omhoog. Daar zijn we denk ik wel over eens. Als we naar de laatste stage gaan van dit kampioenschap en deze aflevering. ...7:40, dat is wel aan de vroege kant. We hebben geen repairs nodig. Er is niks kapot. Keep it clean. A good drive so that's nice. Oh, oké, okay, niet meteen tegen die box aanrijden. Right 2, dat hebben we nog niet gehad. Wow! Oké. Okay. Dat was surprising. Oké, maar we hebben 4 seconden voorsprong op die Mercedes in het kampioenschap. Dus ik ga gewoon proberen om nog terug te komen. Al is het door een beetje risico te nemen. Want we liggen niet super ver achter, denk ik. There we go. Volgens mij is het, het is maar 2 seconden, dus...
Er is niks aan de hand. Misschien kunnen we de stage wel winnen, ondanks dat we op ons dak waren. Het zou wel een goed verhaal zijn. Hij wilde echt niet sturen. Maar we zitten echt heel dicht achter hem. Als je op de minimap kijkt, minimap op de lijn kijkt. We zijn derde geworden op 1 seconde, oké. Okay. Oh, maar die Mercedes vierde geworden. Oké. Okay. Dus we hebben hem alsnog verslagen. Ja, de auto ziet er nu wel wat... wat slecht. Okay, de recording was gestopt. Omdat ik niet genoeg ruimte had. Maar nu kunnen we weer verder. En ja. Eerste geworden. Opnieuw vrij makkelijk. Dus ik denk als ik de difficulty weer omhoog kan doen. Dan doe ik dat denk ik. Maar volgens mij was er nog maar één level hierboven. Achieve at least one clean stage during the event. Volgens mij was die eerste stage toch best wel clean. Of ben ik nou... Ben ik nou gek? Verdienen trouwens wel aardig wat geld met deze... Met deze kleine evenementen. Well done. This is a major step in your career. You're now qualified to compete in life. Okay. We hebben een livery unlocked en de International Rally R3 en de National Stadium Pro 3 license. En dat is Land Rush, oké. Okay. Dat is ook wel interessant. We hebben het kampioenschap dik gewonnen, zonder enige problemen. Dus ja, alles ziet er gewoon goed uit. Volgende keer gaan we misschien... Oh, nou ja, we moeten een van deze doen dan? Nee, een van deze. Oké, okay, we hebben best wel wat keuze. Dus ja, laat me maar weten in de comments welke we de volgende keer gaan doen. Mij maakt het niet heel veel uit. Alhoewel, de USA Trophy, we hebben al best wel veel in Michigan gerezen. Gereisd. De 90s International Challenge kunnen we denk ik niet doen. Of de rally. Omdat we geen 1990 auto hebben. Oké. Okay. Maar de rest kunnen we denk ik wel allemaal doen. Deze ook niet. Hebben we überhaupt een auto? Laten we een auto kopen. Een groep 4 auto misschien? Misschien een R4. We kunnen alleen deze doen. Op dit moment. En deze ook. Oké. Okay. Dus laat me weten of je Australië... Is dit Australië? Oh, dit is Australië en Wales. Oh, oké. Okay. Dan doen we die denk ik gewoon. En laat me ook weten welke auto je wil dat ik koop. Want... waar kunnen we dat zien? Vehicles. Een... Air. Welke hebben we dan nodig eigenlijk? Deze klasse, denk ik. Ik vind de Subaru wel cooler. Alleen, het is wel een stukje duurder ook dan de Mitsubishi. Maar laat me weten, Subaru of Mitsubishi. En ja, voor nu zeg ik dan bedankt voor het kijken.